Yes, zeker. Ja, maar ik kan niet bij mijn presentatie nu. Nee, dat is het volgende. Voilà. Oké. Wel nu. Oké, prima. Okay. Ja. Was gebleven bij Senegal. Ik heb in al die jaren, denk ik, nou, van 60 slaapplekken gevonden in West-Afrika. Dus ook 10 in India bijvoorbeeld. Dus dan heb je een beetje beeld van hoe dat functioneert. En ik geef u mee, als je dat nou zelf onder de knie krijgt in Vlaanderen, dan heb je automatisch een keer de behoefte om een keer te gaan kijken in dit soort landen. Vanwege de aantallen. Maar goed, slaapplaats is een boeiend fenomeen. En met een beetje mazzel zie je nog mooie dingen onderweg. Komt heel veel mensen tegen. Je kan ook boeren tegen en jagers in Vlaanderen. Ik kom dit soort boeren tegen en jagers in dit geval Mali. Dit is Marokko, waar we ook slaapplaatsen hebben gevonden. En veel kleinere aantallen. Maar ook weer interessante dingen hebben ontdekt. En nu kom ik uit op het laatste stukje, wat wel wat meer te maken heeft met afgelopen winter. Ik heb zelf afgelopen winter heb ik een bijdrage mogen leveren aan een telling op een hoogveengebied hier vlakbij waar ik woon. En daar zitten zo tussen de 20 en 25 blauwe kiekendieven. En nu zitten de eerste bruinuren. Afgelopen week zat ook een steenarend en een grijze wouw. Ben ik niet geweest natuurlijk, geen tijd voor, maar wel blauwe kiekendieven. En wat natuurlijk bij veel mensen de vraag is: hoe herken je al die kleden? Nou, dat is een kwestie van heel veel oefenen. Ik heb al plaatjes bij elkaar geraapt, maar ik realiseerde me heel snel dat als je het goed wil uitleggen, dan moet je al die foto's dubbel checken, et cetera. Daar had ik geen tijd voor. Maar er komt ook bij dat het ideale plaatje uit het vogelboeken of mooie, goede determinatiegidsen, die bestaan niet. Dat weten jullie ook, als je kikkerdiefslaapplaatsen ziet, vaak in schemerdonker. Een beetje tegenlicht, een beetje regen als je pech hebt, dan zie je vaak een schim. En op die basis van die schim moet je wel proberen het geslacht samen te stellen. Wat je heel vaak ziet is dat mensen ringtail opschrijven bij een bruine vogel. Nou, ik denk wel dat de meeste van jullie inmiddels in staat zijn een tweede kalenderjaar mannetje, blauwe, te herkennen van een vrouwtje. Nou ja, dat is een kwestie van veel oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. En dan zie je ook natuurlijk dat de individuele variatie tussen dieren onderling is heel groot. Zo heb je hele mooie, fantastisch uitgekleurde witte mannetjes blauwe. Maar tegelijkertijd heb je ook nog volwassen mannetjes blauwe die heel lang nog een beetje bruinig zijn. En vroeger dachten we heel snel het zijn onvolwassen beesten. Maar daar ben ik van afgestapt. Dat ik weet dat heel veel beesten met kleuringen gewoon een standaard kleed hebben. Wat bij de individu past. Maar wat ongeschikt is om de soort of de vogel te determineren op sekse of geslacht. Maar het kan wel voor een deel. En, we hebben ons voorgenomen, Kjell en ik, met de anderen, om een handleiding te gaan schrijven komende zomer. En ik zou jullie aan het einde willen vragen van dit verhaal om dan tegen die tijd mee te gaan denken voor een handleiding die voor iedereen bruikbaar is, maar die wel zo goed is dat mensen na enige oefening veel meer kunnen halen uit hun slaapplaatsstelling. Ik ga even door. Nou ja, wat ik zelf heel interessant vind van slaapplekken, als je even tijd over hebt, dat komt niet vaak voor, maar het komt wel eens voor, dan probeer ik altijd iets eerder naar de plek te gaan dan stipgenomen nodig is voor de telling. Want die beesten komen uit een wijde omgeving, vaak fourageren naar een slaapplek. Met een beetje mazzel kun je dan mooie foto's maken, dingen aflezen. Of een zender zien als je geluk hebt in Vlaanderen. Maar dan kun je zoveel meer informatie uithalen. En wat me ook wat waard zou zijn, is dat we ook proberen dit te koppelen aan habitatgebruik. Dus als je bij wijze van spreken dit mannetje een half uur kunt volgen, hoe vaak doet hij een stoot? In welk gewas? Welk type gebied komt hij? Wat voor prooi zou hij pakken als je gelukkig kunt zien, hè? En zo kunnen we veel meer informatie uit slaapplaatsen halen, alleen maar strikt genomen de aantallen van keer op keer te gaan registreren. Ik kom later op terug. Nou, hier is een mooi voorbeeld van zo'n onvolwassen mannetje blauwe, jong mannetje. Als je goed kijkt, heeft hij een ringetje om. In Groningen geringd. Dan komen al de veren van superwild komen door.
zo'n bes ziet er vaak niet uit. Maar het zijn wel de vogels die, laten we zeggen, in de zomer in het bijzonder op slaapplek kunnen opduiken. Ze hebben geen binding aan een broedplaats. Ze zijn niet eens territoriaal, maar je komt ze wel tegen. En het is natuurlijk voor veel mensen die kiekendieven niet goed kennen, een raar gezicht, zo'n subadult of zo'n jong beest. Ruitpatronen, waar we veel te weinig van weten. Denk even aan die veer die nou bij de staart doorkomt. Tegenwoordig kan iedereen best goede foto's maken. Ik val me op dat hebben jullie een aantal verschrikkelijk goede fotografen zitten. Nou, ik zou zeggen, benut de mensen met de goede camera en de goede skills. Want al die plaatjes, goed gedocumenteerd, kunnen onderdeel zijn van toekomstige slaapplaatstellingen. Ik ben zelf toch wel erg gecharmeerd van bruine kiekendieven. Ik noem ze alles weliswaar niet altijd in mijn verhalen, maar ja, zijn er gewoon best wel veel. En zeker in Vlaanderen, in de Westhoek, ook op de plateaus van Leen, kom je ze gewoon tegen, ook in de zomer. Ook daar kun je weer met foto's rui uithalen, leeftijden schatten. En ook hier kun je natuurlijk ook bijvoorbeeld kijken naar wat ze aan prooien binnenslepen. Deze vogel zag ik op die slaapplek die ik in het begin noemde, waar die bijna 100 vogels zaten, 4 soorten. Ja, ik was er een paar uur van tevoren. Er zaten al overal beesten in het gras. Die gaan foerageren vlak bij de slaapplaats. En je kunt ze vaak eindeloos goed fotograferen. En tegelijkertijd kun je ook zien hoe de ruis zich bij zo'n vogel voltrekt. Dus soms maak je best een goede foto als je geluk hebt. Nou, de soort die komt op ons af. Steppenkiekendief. Dit is een mannetje die ik in Polen fotografeerde. Ik zat een jaar geleden en tegenwoordig broeden ze in Calais, afgelopen jaar, Tsjechië. Nederland heeft het geprobeerd, maar is niks geworden. Ze nemen echt toe. Ik ga er de komende jaren ook veel tijd aan besteden. En ik zal je zeggen, toen ik naar steppenkiekendief zocht afgelopen zomer, ik wist dat ze er waren. Ik zag ze ook wel, maar ik vond ze bijna niet. En toen was ik al flink op keren op en neer gegaan naar Groningen, naar Friesland. En het bleef hangen dat het me niet lukte. En toen dacht ik op een gegeven moment, eureka. Ik moet gewoon slaapplekken vinden van bruine kiekendieven en goudkiekendieven. En er komt vanzelf komt er dan wel een keer een steppen langs. Ik heb 5 slaapplekken gevonden en ook daadwerkelijk kunnen tellen, ook met vrijwilligers. En op alle slaapplaatsen van bruine, grauwe, blauwe had ik een keer of soms heel regelmatig steppenkiekendieven, soms wel 3 tegelijk. Uiteindelijk heb ik minstens 12 verschillende vogels ontdekt, steppers in Nederland. En ik ben benaderd door iemand uit Frankrijk afgelopen zomer en die was bezig een artikeltje te schrijven voor een Engels tijdschrift. En die had mijn stukje samen met Kjell geschreven voor Natuurpunt gelezen. En die zei dat ik in mijn eentje zo'n beetje meer steppers had gezien in Nederland dan alle gevallen bij elkaar in de zomer in Europa bij elkaar. Dan zei ik, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar dat komt puur omdat ik me heb geconcentreerd op slaapplekken. Van bruine kiekendieven, grauwe en blauwe. Ja, daar komen ze zelf op boven. En ik geef je op een briefje, als we dit volhouden, en we gaan ook nog eens een keer in de zomer slaapplaatsstellingen doen, duiken ze ook op Vlaamse slaapplaats. Sterker nog, zijn al gezien afgelopen cyclus. Nou, toen ik nog in Frankrijk woonde, kwam ik deze rakker tegen. Dertekier, mannetje steppen op dat moment. Andere beesten. In een havikachtige verschijning. En ook in Afrika, ze komen altijd als laatste binnen. Ook in Groningen, ze komen altijd als laatste binnen. Als het bijna donker is, dan pas komen ze binnen. In Afrika worden ze totaal niet gewaardeerd door andere soorten. Totaal een gedrag ook, heel driest. Maar ik kan je zeggen, waar je ook bent ter wereld, en het komt op een slaapplek waar je al 2-3 soorten hebt, ook nog een keer een steppen binnen. Nou, dat is echt totale euforie. Daar heb je echt heel veel plezier aan. Dit is een melanistische goudkiekendief. Ik ga niet zoveel vertellen, kan ik er een apart verhaal over optuigen. Maar zelfs die kun je tegenkomen. In Groningen is er eentje opgedoken, niet op een slaapplek, maar in het algemeen. Of maar ook eentje in België ooit. Broeden voornamelijk in het noorden van Spanje en Portugal. Maar in Senegal is gewoon 4% ongeveer van alle kiekendieven die je ziet, is zwart of half melanistisch. Ik dacht, ik zet hem even bij om de eerdere opmerking over verrassingen
kracht bij te zetten. Dit kun je tegenkomen. Maar nu komt-ie. De samenvattingen, die weet mensen kunnen zien, in Vlaanderen zou ik als volgt willen samenvatten. Ik stel voor dat ik samen met Kiel en een paar andere, Wim en andere mensen die zelf kikkerlieven weten, een handleiding in elkaar steek die volkomen helder is, qua taalgebruik en qua opbouw. En dat we vanaf komende cyclus, van komende najaar, nou ik zou zeggen van laten we ergens begin oktober beginnen of zo, dat we echt volgens hetzelfde protocol tellen. Dan pas, simultaan geteld, krijgen die tellingen echt een meerwaarde. En als iedereen zijn eigen interpretatie doet, dat is nog steeds heel waardevol trouwens, maar dat is toch minder bruikbaar. En ik denk als we onszelf oefenen in kleedherkenning en dat soort dingen, maar vooral het ook goed opschrijven, dat we dan heel, heel ver komen met het organiseren van slaapplaatsstellingen 2.0. En dat zou heel mooi zijn, want dan zou Vlaanderen, samen met de plek waar ik nu in Overijssel bezig ben, een plek zijn waar we op een hele andere manier naar slaapplekken gaan kijken dan tot nu toe gebeurt, waar ook ter wereld. Anderhalf uur voor zonsondergang is gewoon verstandig. Het kan een keertje donker worden of anderszins. Maar je moet niet beesten missen. En sommige vogels zijn gewoon heel snel. Dat zie je vooral bij een kikkerdieven. Die kunnen al uren van tevoren op een slaapplek rondhangen. Of zelf op de grond blijven zitten. En die mis je heel makkelijk. Dus je moet ervan uitgaan dat het ook per soort varieert. Maar je moet wel gestandardiseerd ongeveer op een bepaald moment beginnen. Ook dat zullen we in die handleiding moeten uitleggen. Wat ik al eerder aangaf met die wat plaatjes van zojuist. In de handleiding moet ook gewoon heel duidelijk worden uitgelegd hoe je kleden herkent. En nogmaals, het tonen van goede foto's of goede tekeningen acht ik weinig zinvol. Die kun je gewoon wel terugvinden in de goede boeken. Maar juist het laten zien van plaatjes in veldomstandigheden, minder omstandigheden, ver weg, tegenlicht, dat soort dingen, regen. Dat is de kunst om dat te leren. En ik denk dat jullie, wij samen, daar heel goed toe in staat zijn en het ook kunnen. En van leeftijd is een interessante gegeven. Want nu worden heel veel beesten als ringtail weggestuurd. Als seksen. En dat is doodzonde. Want op heel veel plekken, vooral in besloten landschappen, kun je veel ringtails hebben. Maar een groot deel daarvan is gewoon mannetje. En dat is wel belangrijk, want de seksenratio is een soort kwaliteitskeurmerk voor kikkerdiefpopulaties. En leeftijd daar is ook leeftijd. Avondtellingen lijken beter dan ochtendtellingen. Maar als je ze op een rij zet, zie je altijd verschillen. Maar misschien moet het gewoon beide gebeuren een aantal keren. Want sommige beesten komen zo laat binnen, maar die gaan er wel wat later weg. Die tel je dan 's ochtends vrij beter dan de avond ervoor. En andersom. Dus we zijn bezig nu in Overijssel uit te zoeken. We hebben een flink aantal tellingen achter elkaar de avond ervoor gedaan en de ochtend daarop. En er zitten interessante verschillen bij. En over het algemeen worden de hoogste aantallen op de avondtelling genoteerd. Maar zien we iets meer vrouwtjes wegvliegen op de slaapplek de ochtend daarop. Interessante details. Wat heel belangrijk is in Overijssel is te kijken waar komen ze weg of waar gaan ze naartoe. Je moet je voorstellen dat de plek waar wij nu tellen, al heel lang wordt geteld door anderen trouwens, dat is dicht bij de Duitse grens. Het lijkt er heel sterk op dat overwegende mannetjes in Duitsland fourageren, besloten cultuurlandschap, andere prooien, meer zangvogels en de vrouwtjes zitten gewoon in het oerzaaie Nederlandse boerenland. En dat betekent dus dat je interessante dingen kunt vinden op basis van het simpel noteren van waar ze wegkomen, waar ze naartoe gaan. Dat maakt al een telling onvoorstelbaar veel waardevoller dan alleen maar gewoon één tot en met laatst. Dat is ook leuk, maar nogmaals, je kunt met een beetje op een rij zetten van bepaalde gedachtenstreepjes onvoorstelbaar meer informatie halen uit slaapplaatstellingen. Ja, wat ik al aangaf, als je wat meer tijd hebt, je gaat overdag jouw gebied rond en je kunt al beesten die ongetwijfeld op jouw slaapplaats terechtkomen al vastleggen, heb je veel meer de tijd om te kijken naar seksen, leeftijd, eventuele kleuringen, afwijkingen, ruikpatronen, etc. En nogmaals, er zitten bij jullie een paar hele goede fotografen. Ik beschouw mezelf als een hele matig fotograaf, maar toch maak ik af en toe best wel aardige plaatjes, omdat je de soort ook heel goed kent. Daarmee ook best wel op tijd die ene goede foto maken die je later kunt documenteren.
dit was mijn, bijdrage tot deze hopelijk vreugdevolle avond. Iets langer geduurd, maar dat kwam omdat ik even werd uitgeschakeld door Nicolas. Ik kan me voorstellen dat we er even vragen stellen, maar ik kan me ook voorstellen dat we eerst naar Kjell luisteren, die mooie dingen heeft te melden. Dankjewel. Voor deze toelichting. Ik ga eens even kijken of dat het allemaal met Kjell gaat lukken. En normaal gezien hebben we nu tijd genoeg voor Kjell zijn stuk volledig nog te aanhoren. Ja, als jullie mijn scherm zien. Yes. En nu zien we nog op... voilà. Gaat er opkomen. Voilà. Is het in orde of nog? Ik zie ons embleem van werkgroep Grauwe Gors. Ja, top. Ja, oké, dan ga ik beginnen. Oké. Goedenavond iedereen. Er is aan mij gevraagd om kort iets uit te leggen over het zenderwerk in België. En ik ga kort even mijn eigen voorstellen. Ik ben dus Kjell Janssens en ik zender verschillende soorten kikkerdieven, maar ook velduilen. En binnenkort ook sperweruilen in Canada. En ik doe dat voor verschillende organisaties, onder andere Werkgroep Grauwe Gors, waar ik ook in het bestuur zit. Maar ik word vooral betaald door het INBO en ik doe ook zenderwerk in Groningen en ook voor project Hoed, en dat is mijn sperweruil in Canada. Dat is genoeg over mij, dus we gaan het nu hebben over gezenderde vogels. Je gaat de komende 15 of 20 minuten denk ik alleen maar kaartjes zien, dus het zou kunnen zijn dat je achteraf geen kaartjes meer wilt. Dat is gewoon om je kort een idee te geven hoe dat die zenders eruit zien. Je hebt de twee zwarte, de twee grote, die zijn voor bruine kikkerdieven. En dan daarnaast heb je eigenlijk hetzelfde type bijna, maar de twee rechtse hebben een klein verhoogje. Dat is voor vogels met lange rugveren, dan denk ik aan velduil, maar ook wijfjesblauwe kikkerdief. Door dat verhoogd paneeltje komt dat net boven de rug uitsteken en is er genoeg zonnelicht om die batterij hoog te houden. Zo elke vogel heeft zijn eigen type van zender, zodanig dat ze zo weinig mogelijk hinder ondervinden van die zender. Ik hoop dat het filmpje niet te veel onderbroken wordt. Dat is u gewoon om kort een idee te geven hoe dat er gezenderd wordt. Je gaat zien dat ik nu een touwtje onder de vleugel bevestig. En je kunt dat vergelijken met een rugzak die wij dragen. Je gaat mij ook af en toe een keer terug naar onder, naar de borst zien kijken. En dat is gewoon om te kijken dat het touwtje niet verdraaid zit, zodanig dat er geen extra wrijving ontstaat. Dus elke vogel krijgt zijn eigen rugzakje, en dat wordt niet met vaste maten gedaan, maar dat wordt echt per vogel zelf bepaald hoeveel dat er nodig is. En ja, als je daar een paar millimeters fout in zit, dan heeft dat wel gevolgen voor die vogel zelf. Dus het is echt wel een werkje waarbij dat je geconcentreerd moet zijn. Ook al zijn er veel mensen bij soms. Het is precisiewerk. Het is leuk om te doen. Het is misschien de leukste job dat er is in mijn ogen. Maar op zo'n moment is het ook wel een beetje zenuwslopend. Zo, daaruit zag je mij de grauwe kikkendief zenderen. En dat waren de eerste grauwe kikkendieven in België die ooit gezenderd zijn. En daarvoor moeten we zeker wel Natuurwerk op de Kerkel bedanken. Die hebben die vogels kunnen beschermen. Hebben ze echt goed opgevolgd ook. En dan ben ik ze gaan zenderen. In bijzijn van onder andere Ben ook, maar ook Wim Bogens en zo. En dat ziet je al, hè. Dan krijg je een idee waar dat die beesten naartoe vliegen. Je ziet daar de kerngebieden rond het broedgebied. Maar je ziet ook bijvoorbeeld de rode vogel, Arnold. Dat was eigenlijk een verrassing. Die is geboren in West-Vlaanderen. Maar die had daar geen nest. En tot op die moment wisten we ook niet, of wisten de andere mensen ook al zeker niet,
dat die daar rondging. Maar die is toch gevangen. En dan hebben we die gezenderd en die is beginnen rondzwerven. En die is ook naar het noorden gevlogen en die is door mijn straat gevlogen. Nu, het is zo, wij volgen hier ook wel bruine kiekendieven. En net over de grens in Zeeuws-Vlaanderen ook. Maar een grauwe kiekendief, dat zien wij eigenlijk niet in de zomer. Zelf al zijn we heel vaak bij. Tijdens de trekperiode gaan we uitzonderlijk een keer een grauwe kiekendief zien. Maar meestal niet. Omdat dat beest eigenlijk in mijn achtertuin zat, heb ik een paar vogelaars verwittigd. En die zijn beginnen rondrijden. En die hadden na 5 dagen die grauwe kiekendief nog altijd niet gezien. Dus dan zijn we ook de communicatie met de vogel beginnen opdrijven, zodanig dat we in het veld echt een update krijgen van waar dat hij bijna live zat. Zo zijn we hem wel kunnen volgen. Zijn we braakbal gerapen, hebben we hem gele kwiks zien slaan, graspieper, pogingen doen om rietgorzen te vangen. Maar zijn we ook naar zijn slaapplaats gegaan en plotseling vloog daar ook een jonge blauwe kiekendief en een tweede kalenderjaar wijfje grauwe kiekendief die gekleurd was in Groningen. Dus je ziet, die beesten worden gezenderd om te zien wat ze doen in de buurt van het nest. En dat we dan eventueel maatregelen kunnen treffen qua bescherming, maar ook qua aanleg van percelen, voedselgewassen en zo in de toekomst. Maar als je die beesten dan gaat volgen naar slaapplaats, gelijk dat Ben al zegt, of gezegd heeft, dan komt het toch altijd voor verrassingen te staan. En een keer dat de communicatie terug wat geminderd was met de vogel om de batterij zo hoog mogelijk te houden, zagen we hem eigenlijk ook niet meer. Dus die heeft er wel rondgangen, maar het was toch super moeilijk om die tegen te komen in het veld. Dus zelfs al denken we dat we in de zomer bijna geen zien bij ons in de polders, zou het toch wel kunnen zijn dat er af en toe een zene blijft hangen. En dan voor de rest ziet je, als je meer naar het zuiden gaat, ziet je zo de eerste tussenstops op weg naar Afrika. En dan zijn we ondertussen al een maand verder, een paar maanden verder. En dan ziet je dat ze eigenlijk bijna allemaal naar dezelfde hoogte gegaan zijn. De 3 mannetjes zaten toen in Mali. En het wijfje, Evrien, zat ook in Mali. Maar daar hebben we nu al lange tijd geen contact meer mee gehad. Maar zij zit wel in een gebied dat ervoor gekend is om geen contact te hebben. Dat zijn zenders, GPS-GSM-zenders. En als er geen GSM-masten in de buurt zijn, dan hebben we daar geen contact mee. We hebben het zelf gehad met een bruine kiekendief. Die hebben we van in oktober geen data meer van gekregen. En nu sinds een dag of 5, 6... zit hij terug op Linkeroever in Antwerpen. Dus het is zeker niets waar we ons zorgen moeten om maken. Maar dat waren de eerste overwinteringsgebieden. Dikwijls hebben ze nog een tweede gebied. En dat bewijst vogel Wim heel goed. Die is uiteindelijk van Mali nog doorgevlogen naar Guinea. Momenteel hebben we daar ook geen data van. Maar het lijkt er wel op dat de eerste 2 mannetjes vertrokken zijn. Dat die terug op weg zijn naar Europa. Wat dat ook handig is. Als die beesten terugkomen naar Vlaanderen, zijn ze al 10 stappen voor ten opzichte van vorig seizoen. Want we moeten ze niet meer zoeken. We gaan aan de zenders kunnen weten waar dat ze precies zitten. Dus zelfs als gezenderd, het is meer dan alleen data over het habitatgebruik. Dat helpt ook enorm met bescherming. Dat is het manneke bruine kiekendief waar ik het over had. Die is gezenderd op Linkeroever, waar dat er van het INBO een zenderproject loopt. Om te kijken of ze de aangelegde maatregelen goed gebruiken. Dus deze vogel zijn we voor een paar maanden kwijt geweest. Maar die zit nu mooi terug in zijnzelfde rietkraag. En die is nu een nest aan het bouwen op nog geen 10 meter van zijn nest van vorig jaar. Dus sommige van die beesten zijn echt wel heel plaatstrouw. Maar omdat het vooral een lezing is van de grauwe horst. Van werk op grauwe horst. En ook over de slaapplaatsen van blauwe kiekendief. Gaan we ons toch even focussen. De blauwe kiekendief. En dit is Anna. Anna is de eerste blauwe kiekendief die gezenderd is in België. Dat was toen een project met werk op Grauwe Horst en regionaal landschap Zuid-Hageland. En Anna was eigenlijk een jonge vogel die in augustus gezenderd is, die toen rondging op het plateau van Honsem. Het idee was dat zij in de buurt zou geboren zijn. Natuurlijk kunnen we dat niet 100% uitsluiten. Het was heel spannend wat dat die ging doen. Je ziet net waar dat Brussel eindigt, waar dat die punten beginnen, daar is ze gezenderd en gevangen door mij. En dan heeft ze eigenlijk een uitstapje gemaakt naar de Franse kust. Is ze teruggekomen naar Waterloo. Uiteindelijk is ze dan helemaal naar het zuiden gevlogen, naar de bergen bijna in Frankrijk.
om dan naar de grens met Luxemburg te gaan en daar te overwinteren. En net zoals dat Ben al zei, kiekendieven overnachten dikwijls in bomen. Bij die grauwe en bij die bruine merk je dat vooral tijdens de trek. Maar Anna die heeft grotendeels van haar tijd in een dennenbestand geslapen. Zowel in Luxemburg als België als in Duitsland. Maar ja, ik zit dan achter de computer en nog mensen en wij kijken dan wat dat beest doet. En dan plotseling zien wij, tijdens het voorjaar, dat ze richting Parijs vliegt. En je ziet daar al mijn geel vierkantje of gele rechthoek staan. Je houdt die data in de gaten en je begint al een vermoeden te hebben. Plotseling, na een paar dagen, zie je dat die data constant van hetzelfde punt komt. En dat is een tarweveld. Maar ja, wij kunnen niet naar Frankrijk gaan om zo'n beest te beschermen. We zouden dat heel graag doen, maar we hebben daar gewoon de tijd niet voor. Dus dan is er contact opgenomen met de Fransen. Hebben wij de data doorgestuurd. En wat bleek? Anna zat op een nest. En als ik mij niet vergis, zijn er 4 jongen uitgevlogen. Maar dat is alleen maar mogelijk gemaakt doordat Anna gezenderd was. En dat wij contact opgenomen hebben met de Fransen. Anders was dat een nest dat zeker verloren gegaan was. Het nest is ook beschermd door de mensen daar. En ook dit jaar is Anna, na een paar maanden aan de Duitse en aan de Luxemburgse grens te zitten, weer naar Frankrijk vertrokken. Ze zit nu iets ten westen van Parijs. Dus nu gaan we weer in de gaten moeten houden. Blijven de punten weer van hetzelfde perceel komen. Dan weten we dat we weer mensen moeten verwittigen om Anna haar nest te gaan beschermen. Dus het is niet... Dat is nog een bewijs van hetgeen dat ik zei. We kunnen het doen om habitatgebruik te analyseren en een idee te hebben wat dat ze allemaal doen. Maar als gezenderd zie je ook dat het eigenlijk een soort internationale bescherming is. Dus het verbindt ook wel landen met elkaar. En dan ga ik heel even focussen op een vogel die ik gezenderd heb voor het Inbo in de Meetjeslandse polders. Het beestje noemt Lily. Het is genaamd naar Lily Gora van het ANB. En je ziet al dat we 3 rechthoeken hebben. Dus heel leuk. Zij is via Zweden naar Finland en zo naar Rusland gegaan en dan teruggekomen. En dat ziet er een heel leuke trek uit. Een heel leuke migratie dat zij gedaan heeft. Maar wat doe je als je zoiets ziet? Dan moet je toch van iets dichter gaan bekijken wat je kunt doen met die data. En dan gaan we even naar het eerste rechthoekje helemaal beneden. En dat was net toen dat hier gezenderd was. Dat is een trek van, ik denk, een dag of 4-5. En zoals dat je ziet, het rode trucje is een partridgeperceel. En dat is ook een polder waar er heel veel maatregelen liggen. Dus heel veel beheersovereenkomsten. Nu was het spannend om te zien, gaan ze dat gebruiken of niet? Maar zoals dat je ziet op het kaartje zelf, was dat eigenlijk haar kerngebied. En heeft ze wel kleine uitstapjes gedaan naar andere gebieden, maar kwam ze daar ook altijd terug jagen. En op zich is dat niet verbazingwekkend, omdat dat de percelen zijn waar heel veel eten op. Maar je kunt die percelen aanleggen, maar je moet ook nog kunnen bewijzen dat ze nut hebben. En dan om even terug te komen op hetgeen dat Ben zei van die slaapplaatsen, dat er heel veel afwisselingen zit. Beneden ziet je een grafiekje van een slaapplaatsstelling die dit jaar hier in de polders gebruikt is. Dus het heeft op zich niks te zien met Lily. Maar het geeft u wel een idee. Ze is gevangen waar dat de rode cirkel is. En dan eigenlijk als je de kleuren volgt, volg je de volgorde van het gebruik van haar slaapplaatsen. Uiteindelijk komt ze weer op die slaapplaats terecht. Want het zijn allemaal mini-slaapplaatsjes. Heeft ze daar alleen geslapen? Dat weten we niet. Op die moment was er jammer genoeg geen tijd om dat op te volgen. Maar hoe meer vrijwilligers dat we zijn, hoe beter dat gaat lukken. Maar dat geeft u wel een idee. Dus ze gebruiken verschillende slaapplaatsen. En dat is ook hetgeen dat Ben zei. Als je je hoofdslaapplaats stelt en je kleine slaapplaatsjes in de buurt niet, heb je geen idee wat dat er hem afspeelt binnen je gebied. En dat is gewoon een keer het bewijs, grafiekjes en een kaartje, hoe dat komt of hoe dat het kan komen dat die aantallen op je slaapplaatsen op en neer gaan. Ik zie dat ik nog een kleine 9 minuten heb. Ik ga even doorgaan. Dat is het volgende rechthoekje. En dan zijn we bij Lily in Rusland. Zij zat in een gebied waar dat er geen ontvangst was. Dus het was best wel spannend. Gaat ze terugkomen of niet? Sterft ze in Rusland? Er zit van alles wat dat blauwe kiekendieven kan eten. Maar dan is ze terug. En dan het eerste dat je doet, is al die data analyseren. En dan hebben we toch gemerkt aan de hand van de data dat ze meer dan 30 dagen op dezelfde plaats gezeten heeft.
Dus dat klopt met de broedtijd. En ze heeft daar ook nog rondgangen, even. Als je dan die data bekijkt, dan kun je wel stellen dat ze een nest gehad heeft. Zijn die succesvol uitgevlogen? Dat kunnen we jammer genoeg niet weten. Het is ook een gebied waar dat er bijna geen mensen komen. Dus net iets moeilijker, maar het is wel leuk om te weten. En dan, ja, dan moest ze terugkomen. En verloopt die trek terug naar het zuiden, verloopt die goed. Dat merken we hier. Op een bepaald moment zat ze in Finland en wou ze een oversteek maken naar Zweden. Maar het weer zat redelijk tegen. Er was een strakke westenwind. En zij is over zee gegaan, maar zij is moeten terugkeren. En ook al was het nadien was het redelijk goed weer, hebben we wel gemerkt dat ze twee weken en een half heeft bijgetankt op een heel klein stukje in Finland. Dus zo'n beest heeft dan al een nest grootgebracht. Ik heb heel veel energie. Probeert dan terug naar haar overwinteringsgebied te gaan. Heeft een tegenvaller onderweg dat ze terug moet keren. En waar ze echt wel iets van moeten bijtanken, kunnen we zien aan de data. Dat is nog een tegenvaller. Ja, dan is de vraag, hoe gaat ze de winter goed doorkomen? En momenteel ziet het er naar uit dat ze tijdens de koude periode, als het daar min 10, min 15 was in Nederland en veel sneeuw was, dat ze toch omgekomen is. We hebben geen data niet meer. Ondertussen is er genoeg zonlicht om die batterij terug op te laden. Dus het ziet er naar uit dat die kou wel fataal geworden is. En als je dan bedenkt dat ze een nest goed gebracht heeft waarschijnlijk, dat ze pech gehad heeft onderweg, dat ze heeft moeten bijtanken, dat ze heel veel energie verloren is, dan kunt u wel inbeelden dat op zo'n moment voor sommige beesten dat echt gewoon te wordt. Maar dat maakt deel uit van het leven van een blauwe kiek niet. Maar dat zijn dingen dat we niet kunnen weten als we niet zenden. En dat zenderen dat gaat nu nog altijd voort. Het INBO werkt nu samen met werkgroep Grauwe Gors op de plateaus. En we hebben recent, deze winter, terug 4 kieken die we gezenderd. Hier zie je een beetje waar dat ze naartoe gaan. Ik ga daar nog niet te veel in detail treden over die beesten. Want daar komt nog een nieuwsbericht van de werkgroep over. Maar ik ga toch één beest er even uitpikken. En dat is Alina. Wil jij iets zeggen, Nico? Ja, even in de groep zetten dat wie dat er nog vragen heeft, dat ze even teken doen in de chat. En dan gaan we nog voort met een derde link. Hè. Als er niemand zo meteen nog vragen heeft, dat, of één iemand of zo, dan kunnen ze een mail sturen. Dan zeg ik dat bij de. Bij mij is mijn voorlaatste slide, denk ik, als ik het goed heb. Dus even terug voor. Dat is een beest dat we deze winter gezenderd hebben. En ik moet al een keer denken waar. De brakhouter was het. En dat beestje heeft ons echt heel veel data opgeleverd op korte tijd. Nu is die wel richting oost aan het gaan, dus ik ben even benieuwd. Ze zit niet meer zo ver van de Poolse grens, nog 150 kilometer. Het is niet een route waar ik gewoon ben van te zien bij blauwe kiekdieven. Maar misschien kan Ben daar meer over zeggen. Maar die beesten worden dus gezenderd in de hoop dat we meer leren over ons beheersovereenkomst en ook over het habitatgebruik. En dan is de vraag, gebruiken ze die? En je hebt vogels die rondzwerven op een plateau waar dat je op zich op die moment niet veel bijleert over de bio's. En dan heb je toch wel die beesten die in een gebied blijven hangen en die heel veel data geven. En Alina is gelukkig zo'n vogel. En dat kun je hier wel zien. Links zie je alle lijntjes. Maar je ziet ook die rode puntjes. En je merkt eigenlijk bijna dat je er een lat kunt opleggen op die punten. En als je dan kijkt naar het kaartje rechts, is dat een perceel dat ingezaaid is. Dat is een beheersovereenkomst. Dus dat ligt er speciaal om te zorgen dat er prooien zijn, dat er voedsel is voor onder andere grauwe horzen en andere akkervogels. En dan merk je gewoon dat een vogel, gelijk Alina, die zit daar bijna constant op. Je ziet wel lijntjes weglopen van dat perceel. Maar ik kan het u verklappen, dat is meestal één na een slaapplaats. Of twee, een gebied waar ze heel kort even vliegt. Als je kijkt, de lijntjes naar boven, dat is niet noorden, maar pak nu het noorden, zeg maar. Daar is het ook een kleine bio. Daar heeft ze niet zo vaak gezeten. Maar dat is de data dat we willen zien. En dat zijn misschien gewoon rode puntjes voor de meeste mensen. Maar voor ons is dat wel een bevestiging dat die bio's, dat die echt wel, die beheersovereenkomsten, dat die kieken die we aantrekken. En dat is, ja ik word daar blij van. Ik word er echt blij van. Lijkt misschien raar, maar het is wel zo. Voor de rest ga ik er eigenlijk niet veel meer aan vuil maken. Dat was het voor mij. De komende jaren zullen er nog heel veel kaartjes bij komen. En het leukste moment, maar ook het spannendste moment voor mij is
losse van een kick in met de zender. En als je hem dan goed ziet wegvliegen, dan weet je dat je werk goed gedaan hebt. En dan ben ik zeer tevreden. Bedankt voor de aandacht en ik hoop dat je nu nog vragen kunt stellen via Nicolas. En wel, er zijn er nog een paar binnengekomen. Wat zijn de rode puntjes? Vraagt iemand. Dus de rode puntjes zijn GPS-data die effectief, waar dat er een punt vastgesteld is door de GPS. En die gele lijnen, die verbinden gewoon de punten. Okay. Dus de rode punten, dan kunnen we zien de hoogte, snelheid van het vliegen, het uur, de locatie tot top, een paar meter. Soms is dat heel exact. Als ik braakballen geraten ben van Jouw Kiknief Arnold, heb ik aan de hand van zijn één GPS-punt, was echt exact op de slaapplaats. Dus die zenders zijn wel heel correct in het veld ook. Dat was een vraag. Merci, Kjell. Merci, Ben ook. En bedankt aan iedereen voor mee te volgen en door te zetten naar de tweede sessie. Ik onthoud dat het alleen maar beter kan gaan de volgende keer. En ik heb ook wel al een idee en goesting voor nog een keer een webinar te organiseren. Nog even herhalen. Mochten er mensen dan nog vragen hebben waar je misschien een iets uitgebreider antwoord op wilt, stuurt mij een mail. En voor wie dat meer betrokken wil zijn bij onze werking, of gewoon een keer goesting heeft om mee te gaan op een tellerronde, laat het mij weten. Ik stuur nog mijn gegevens naar iedereen. En voor de rest wens ik iedereen een fijne avond. En voor de meesten tot binnenkort in het veld. Salutjes iedereen. Heel bedankt. Merci. Bye.